Grenspost, Allenby Bridge, Israëlische zijde, vrijdag 7:45. Edmund Allenby was als generaal in de Eerste Wereldoorlog niet bijzonder succesvol geweest in de gevechten waaraan hij leiding gaf in Frankrijk. Maar toen hij naar het Midden-Oosten werd overgeplaatst, brak zijn finest hour aan. Zijn inspanningen tegen de Turkse bondgenoten van de Duitsers hebben er uiteindelijk toe geleid dat hij als bevrijder Jeruzalem binnentrad. Als beloning voor zijn militair vernuft draagt de brug over de Jordaan zijn naam. De grenspost gaat pas om 8:00 open. Toch staat er al een lange rij mensen voor de ingang van de vertrekhal. Het is altijd een bewerkelijke zaak Israël in en uit te komen. Met een auto de grens passeren is hoogst ongebruikelijk. Mirjam, dat is de mooie vrouw, die heeft de oude jeep geparkeerd. Samen met Gabriel sluit ze achteraan in een rij. Hier gelden dezelfde procedures als op internationale luchthavens. Straks zullen ze in de vertrekhal allerlei formulieren moeten invullen, talloze vragen moeten beantwoorden en hun bagage zal worden gescand. En als het even tegen zit, zullen de koffers binnenstebuiten worden gekeerd. Vervolgens zullen ze samen met de andere reizigers in shuttlebussen worden gezet die via de brug het Heilige Land verlaten en Jordanië binnengaan. Buiten bij de ingang van de vertrekhal staat de blonde man. Hij kijkt door de ramen en pas als hij ziet dat Gabriel en Mirjam de hal verlaten, stapt hij zelf naar binnen. Ook hij ontkomt niet aan de ondervragingen en de lange wattenstaafjes die langs de binnenkant van zijn bagage worden gehaald. Het lot van de jager is gelijk aan dat van zijn prooi.